De meeste van ons denken dat alle loterijwinnaars nog lang en gelukkig leven. Maar dat is gewoon niet de realiteit voor veel van deze winnaars. Geld maakt iemand niet meer of minder gelukkig. Het gaat om de kwaliteit van leven, de ervaringen die iemand opdoet en de gevoelens die men hiermee associeert. Ongeacht hun financiële status leven veel winnaars van loterijen zoals de rest van ons, met hun eigen problemen om mee om te gaan. In al deze gevallen betekent meer geld meer problemen. Veel van deze winnaars hebben hun leven overhoop moeten gooien, daarom kiezen sommige winnaars ervoor om anoniem te blijven. Lees verder om te weten te komen wie de 10 grootste loterijwinnaars ooit zijn en wat er met hen gebeurd is. Wat zou jij als eerste doen als je de loterij zou winnen? John en Lisa Robinson, 327,8 miljoen gewonnen. Op 13 januari 2016 wonnen John en Lisa Robinson een derde van de historische Powerball jackpot van 1,58 miljard. Net als de andere twee winnaars kozen de Robinsons ervoor hun winsten in één keer op te nemen. De Robinsons beweerden dat hun hernieuwde rijkdom hen niet zou veranderen. Het koppel was van plan om hun bescheiden huis in Manford, Tennessee te houden. Lisa Robinson was tevens van plan om te blijven werken. 2 jaar na hun grote overwinning wonen de Robinsons in een huis van 6,2 miljoen. Met 10 slaapkamers, 8 badkamers en home theater op een terrein van 320 hectare. Hun luxe huis komt met een privémeer en een van de beste uitzichten op Tennessee. Tot zover een verblijf in een bescheiden huis. Lisa heeft geprobeerd te blijven werken. Helaas kwam Lisa Robinson de dag nadat ze had gewonnen er al snel achter dat dit geen optie was. Ze werd niet goed behandeld door haar collega's en merkte veel afgunst op. Het is dan ook geen verrassing dat de Robinsons tegenwoordig behoefte hebben aan privacy. Maureen Smith en David Carl Smith. 327,8 miljoen gewonnen. In tegenstelling tot de Robinsons hebben Maureen Smith en David Carl Smith na hun Powerball-overwinning een bescheiden levensstijl voortgezet. Hun winst hebben ze uitgegeven aan een nieuwe Tesla van $90.000 en een nieuwe SUV. Het echtpaar woont echter nog steeds in een huis van $300.000 in Florida. Het echtpaar heeft hun dagelijkse routine hetzelfde gehouden als voor de grote winst. Ze bezoeken dezelfde restaurants en andere evenementen als voorheen. Hun grote bedrag zit veilig op de bank. Het stel zegt blij te zijn met de financiële zekerheid, maar geen behoefte te hebben aan extra luxe. Tevens vindt het stel het leuk om nog steeds mee te doen aan de lotto. Ze kopen af en toe nog wel eens een lot. Echter is hun verwachting niet dat ze nogmaals een groot bedrag winnen. Marvin en May Acosta. 327,8 miljoen gewonnen. De Acosta's zijn de laatste van de drie die de jackpot van 327,8 miljoen gewonnen hebben. Voordat ze hun jackpot claimden, wilden ze niet bekend worden. Ze hebben 6 maanden gewacht om hun prijs te claimen. Sindsdien hebben ze de stilte aangehouden. Het enige wat ze duidelijk maakt was dat ze een liefdadigheidsorganisatie wilden ondersteunen. Toen dit eenmaal bekend werd, probeerden oplichters hiervan gebruik te maken. Mensen begonnen duidelijke zwendelbrieven te ontvangen die beweerden van de Acosta's familie te zijn. Er was zelfs een website genaamd Acosta Foundation. Mavis Wancheek. Gewonnen 336 miljoen. Mavis Wancheek was de enige winnaar van de trekking van de Amerikaanse Powerball van 27 augustus 2017. Met niemand om de prijs te verdelen nam de 50-jarige moeder uit Massachusetts een bedrag van $336.350.655 na belastingen mee naar huis. Mavis Wancheek stopte met haar baan en trok zich terug uit het publieke oog. Toen ze haar prijs opeiste, wilde ze alleen gelaten worden. In een kort interview kwam naar voren dat de vrouw tijd nodig had om te gaan uitzoeken wat ze echt wilde. Sindsdien is haar huidige verblijfplaats en haar status onbekend. 590,5 miljoen. Powerball jackpot winner Gloria McKenzie. Gewonnen 378 miljoen. In mei 2013 legde Gloria McKenzie, een 84-jarige uit Zephyr Hills, Florida, het record voor de Powerball winst. Ze sloeg de jackpot van 590,5 miljoen aan de haak met niemand om de prijs te splitsen. Als enige winnaar nam McKenzie na belasting 278 miljoen mee naar huis.
Na haar grote overwinning kocht Mackenzie een huis aan de kust. Dit was niet zomaar een huis, dit was een herenhuis ter waarde van 1,2 miljoen in Jacksonville, Florida. Dit was een grote upgrade van haar vervallen huurappartement van $30.000. Dit was niet het enige wat Mackenzie met haar geld deed. Mackenzie schonk ook een coole $2 miljoen aan een middelbare school in Maine die een nieuwe dakbedekking nodig had. De vrijgevige grootmoeder beloofde ook om haar winsten met haar zoon Scott te delen. Hoe het nu met haar gaat is moeilijk te zeggen. Haar familie heeft om privacy gevraagd en sindsdien is er geen nieuws meer vernomen. Vijf. Cindy en Mark Hill. Gewonnen $136,5 miljoen. In november 2012 wonnen Cindy en Mark Hill de helft van de $587,5 miljoen Powerball jackpot. Cindy en Mark Hill hebben hun bescheiden levensstijl behouden en besteden het grootste deel van hun geld aan het financieren van maatschappelijke projecten en liefdadigheidswerk in hun woonplaats in Missouri. Mark haalt bijvoorbeeld zijn ochtendkoffie nog steeds in de plaatselijke supermarkt. Een deel van de winst is naar een bescheiden pick-up truck gegaan. De Hills hadden namelijk al plannen voordat ze hun winsten ophaalden. Voordat ze de Powerball jackpot hadden gewonnen, doneerden ze al een goed bedrag aan het burgerprojecten in hun woonplaats Camden Point, Missouri. Hun woonplaats is na de winst van de Hills een paar nieuwe brandweerkazernes en een nieuw voetbalveld rijker. De Hills gaven ook meer dan $50.000 aan de stad, zodat de gemeente een locatie kon kopen voor de bouw van een nieuwe rioleer waterzuiveringsinstallatie. Als laatste is bekend dat de Hills een groot bedrag hebben toegezegd aan het scholingsfonds van North Platte High School. De Hills zijn daarna uit beeld verdwenen, maar hun geld zal vast goed besteed worden als we kijken naar hun voorgaande filantropische manieren. 4. Merle en Patricia Butler. Gewonnen $157,8 miljoen. De 656 miljoen Mega Millions jackpot winnaars waren Merle en Patricia Butler op 30 maart 2012. Zij wonnen de jackpot met drie anderen. Voordat Merle en Patricia Butler hun prijs claimden, hebben ze eerst juridisch en financieel advies ingewonnen bij een team dat zich specialiseert in het helpen van jackpot winnaars om hun winsten te beheren. Hierbij kregen Merle en Patricia Butler het advies om dit niet publiekelijk te maken. De Butlers namen hun winst mee naar huis. Het bedrag was een forfaitair bedrag van $157,8 miljoen. Sindsdien zijn ze niet meer in de openbaarheid geweest. De andere winnaars waren een groep die zichzelf de Three Amigos noemde en wenste anoniem te blijven. Helaas voor de Butlers werd er het leven er niet makkelijker op met zoveel geld, want ze waren consequent het doelwit van oplichting. Gelukkig voor de Butlers hadden ze een heel team aan adviseurs om hiermee om te gaan. 3. Ira Curry. Gewonnen $120 miljoen. Ira Curry claimde binnen enkele dagen haar prijs en verdween net zo snel. Ze won de Mega Millions jackpot van $648 miljoen. In december 2013 won Ira Curry de jackpot samen met een andere winnaar genaamd Steve Tran. Het enorm verrassende was dat Curry ervoor koos om haar winsten in contanten te laten uitbetalen, waarbij ze na belastingen ongeveer $120 miljoen mee naar huis nam. Kort na haar grote overwinning doken Curry en haar familie plotseling onder. Wat Ira Curry met het geld heeft gedaan en waar ze nu is, is voor iedereen een raadsel. 2. Steve Tran, $120 miljoen. Steve Tran was de tweede winnaar van de 648 miljoen Mega Millions jackpot in 2013. Net als Curry is hij sinds zijn grote overwinning buiten het publieke oog gebleven. Veel is er niet bekend over de man, maar we weten wel dat het winnen van deze jackpot zijn leven drastisch heeft veranderd. De man nam namelijk per direct ontslag bij zijn werk. Steve heeft zijn baas die dag nog opgebeld en nam ontslag met de volgende zin: "Ik denk niet dat ik vandaag, morgen of ooit nog zal binnenkomen." Dit is het laatste wat we van Steve Tran hebben vernomen. 1. Shane Missler. Gewonnen $282 miljoen. Shane Missler was de enige winnaar van de 451 miljoen Mega Millions jackpot op 5 januari 2018. Toen Shane Missler ontdekte dat hij had gewonnen, was hij de persoon die dit van de daken schreeuwde. Het eerste wat hij deed was zijn winst bekendmaken op Twitter. Dit had Shane Missler beter niet kunnen doen. Hij bevond zich bijna direct in een Twitter-zwendel waarbij iemand onder zijn naam iedereen €5000 beloofde als ze zijn bericht zouden retweeten. Gelukkig heeft dit Shane Missler niet gestopt om zijn ervaringen te delen met de rest van de wereld. Hij is nog steeds actief op social media en heeft verschillende kanalen waarop je hem en zijn ervaringen kunt volgen.
Dit waren ze dan, de 10 grootste loterijwinnaars ooit. Waar zijn ze nu? Ik hoop dat je het leuk vond om deze video's te zien. Als je nog meer van onze video's wilt bekijken, like ons dan en abonneer je door hieronder op het belletje te klikken, zodat je nooit meer iets mist.